Edson Arantes do Nascimento is widely regarded as one of the greatest ever exponents of the sport. He helped become known as the beautiful game. Tegenwoordig kun je altijd en overal het mooiste voetbal van de wereld bekijken. In 1958 zijn er nog amper televisies. Een van de beste voetballers aller tijden breekt dan internationaal door. En toen werd alles anders. Want er was, zonder overdrijving gezegd, een nieuw tijdperk in het voetbal aangebroken. En dat kwam niet in het minst omdat zich onder de deelnemers een zekere Pelé bevond, die samen met zijn land aan de verbouwereerde tegenstanders de nieuwste spelsystemen voortoverde. Een nieuwe dimensie in het voetbal was geboren. Pelé scoort 3 keer in de WK-finale van 1958. Pelé. At number 3. What a great sight of the Brazilians, if only the cameras would get onto them. There they are. Pelé is nog steeds de jongste doelpuntenmaker ooit in een WK-finale. Het Braziliaanse voetbal met als boegbeeld een 17-jarige Pelé gaat de wereld over. Brazilië is hot. En zo bedenken ze in Groningen dat het wel leuk is om FC Santos uit te nodigen voor een vriendschappelijk duel met Feyenoord. De kampioen van Brazilië tegen de kampioen van Nederland. En daar was dan voor het eerst, laat ik zeggen, Pelé te bewonderen. Eddy PG is kansloos met Feyenoord. Het wordt 3-0. Pelé scoort 1 keer. Nederland maakt kennis met wondervoetbal. 18, 19 jaar. Wereldvoetballer van formaat was al ver vooruit gedacht enzovoort hoe goed hij dus was. Maar het was daar ook zo. Maar die Brazilianen over het al heel. Dat is. Ja, dat is heel. Dat is geweldig als je die mensen ziet spelen enzovoort. Het is balbehandeling, het hele lichaam. Ik bedoel, geweldig vind ik dat. Maar hij was, laat ik zeggen, dominant aanwezig. Hij speelde op nummer 10. Een bal aannemen, bal kijken, iemand makkelijk passeren. Ik bedoel 1-2 bewegingen passeren, bal afgeven, bal terugkrijgen, weer aan de andere kant doorgeven. In een razend tempo, wat wij eigenlijk op dat moment niet gewend waren. De door Europa toerende voetbalploeg van Brazilië, die in het Olympisch Stadion tegen Nederland aantrad, stelde al in de eerste minuut de kwaliteiten van Pieters Graafland op de proef. In 1963 strikt de KNVB de inmiddels tweevoudig wereldkampioen Brazilië voor een oefenwedstrijd. Nederland kan als bescheiden voetballand de borst nat maken. In het begin zie je hem nog wel eventjes een actie doen. Een paar mensen passeren en schieten en koppen, want hij was heel goed in koppen. Hij kon heel hoog springen, kon een bal met zijn hoofd. Hij kon niet zomaar door het net heen koppen, zo hard kon hij koppen. Nederland wint totaal onverwacht met 1-0. Ajaxiet Benny Muller moet hierdoor zorgen dat Pelé niet in zijn spel kan komen. En dat gaat makkelijker dan verwacht. Ik was rechtshalf en links binnen, het was een Pelé. Daar stond ik tegen op dat moment. Ik had echt niet zo veel moeite met hem. Ik heb een half uur tegen hem gespeeld en toen ging hij eruit. Ik weet niet waarom, maar hij is er toen uitgegaan. Je hebt hem uit de wedstrijd gespeeld. Nou, het zou kunnen, maar het zal wel niet. Dus hij zal misschien wel iets kleine blessure gehad hebben. Het viel een beetje tegen. Maar ja, je moet het zo ook zien, ik heb het al gezegd, dat ze waren hier in Europa en ze waren in Amsterdam. En de avond van tevoren waren ze ook in Amsterdam. En ik weet hoe dat gaat. Op stap en drinken en gezellig. Kijk, en dan, die wedstrijd, dat was een feestwedstrijd. Ja. Dus daar kan het ook aan gelegen hebben. On the 11th of December 2000, Pelé was named Player of the Century by FIFA's Grand Jury for his contribution to the game. And he remains a living legend. En wat ik ook nog van hem vond, hij was een gentleman. Nou ja, 75 jaar. Is natuurlijk een prachtige leeftijd om Pelé, laat ik zeggen, dus te feliciteren met zijn verjaardag. En dat hij er in feite nog is. En dat hij er nog, in mijn ogen, nog heel goed uitziet. Het was een hele goede voetballer. Ik zal niet zeggen dat het. Hij hoorde bij de 5, ik heb al gezegd, bij de 5 beste. Dus dat is niet zo slecht. Daar zou ik ook wel bij willen staan.